In deze video wil ik je iets vertellen over het aggregation framework van MongoDB. Nou, wat is nou precies aggregation? Als je te maken krijgt met heel veel data, en dan bedoel ik echt heel veel data, dus miljoen of 5 miljoen of 10 miljoen of 50 miljoen records, dan is het niet heel erg handig als je die data allemaal ophaalt. Stel dat je een applicatie aan het bouwen bent en je wil bijvoorbeeld weten hoeveel mensen er in Amsterdam wonen, kan je natuurlijk wel 50 miljoen records gaan ophalen en dan gaan zoeken naar wie er in Amsterdam woont. Maar dan kan je je wel voorstellen hoe de datalijn overbelast raakt. Dat gaat gigantisch veel data opleveren en dat wil je niet. Bij big data oplossingen, want daar spreken we dan inmiddels over, is dat ook helemaal niet nodig. Je wil soms helemaal de details niet weten van iemand. Je wil bijvoorbeeld trends zien of samenvattingen van bijvoorbeeld wie woont er eigenlijk allemaal in Amsterdam in mijn database. En wie van de gegevens in mijn database zijn eigenlijk vrouw? En wie van de personen verdient meer dan 75.000 euro? Dat zijn hele interessante vragen voor big data oplossingen. En dan wil je eigenlijk helemaal niet weten wie dat dan precies is. Als je dat wil weten, kan je dat later misschien wel een keer opvragen. Maar je wil eigenlijk gewoon meer statistieken weten. Nou, een aggregation is het proces van het verzamelen van al deze gegevens. En daar een mooie samenvatting van te maken. Zodat je daarmee kan werken. En hoef je dus niet al die data op te halen. Die kan je, je wil eigenlijk alleen het antwoord ophalen. Nou, hoe werkt dat, dat aggregation? Dat werkt met een pipeline, zoals we dat noemen. En die pipeline, dat is dus van de Mongo server, wordt er eigenlijk gefilterd en gesorteerd en gegroepeerd. En uiteindelijk krijg je alleen maar een samenvatting van het antwoord. Dus je ziet hier in de pipeline dat er eerst een match wordt gedaan. Dan wordt er een beetje gefilterd. Dan komt er groups, dan wordt er gegroepeerd en dan worden er dingen opgeteld bij elkaar bijvoorbeeld. Dan wordt het nog even gesorteerd. En in project kan je ook nog een hele eigen structuur maken en velden samenvoegen. Maar dat zit eigenlijk niet in ons DB2 programma. En uh, dat, als je dat allemaal gedaan hebt, dan uh, krijg je dus als antwoord een JSON file met het antwoord van je vraag. Dat aggregation framework in Mongo, dat werkt eigenlijk in vier stappen. En elke stap gebruikt de data van die stap daarvoor. Dus als je bij match een filter doet op bijvoorbeeld alleen mannen, dan gaat group zo direct verder met die data alleen van de mannen. Dus zo filter je en group maakt dan bijvoorbeeld die telt bijvoorbeeld hoeveel mensen uh, in Amsterdam wonen. Daar komt een getal uit. Dat getal kan je sorteren en dan kan je uh, met project nog op een gegeven moment een document voor in elkaar zetten. Dus het ene werkt samen met het ander. Dit draait allemaal op de MongoDB server, dus dat wordt allemaal niet verstuurd naar jou, alleen het antwoord wordt verstuurd. Aggregation komt ook terug in het tweedejaarsvak Algorithm en Data Structures. En het zit natuurlijk uiteraard in het thema semester Big Data. Dus het is een mooi opstapje om te kijken of je dat een leuk vak vindt. Er is echt heel veel informatie te vinden over dit onderwerp. Op de MongoDB site. Dus kijk daar een keer rond. Probeer eens wat uit. Want al proberen leer je het meeste. Voor deze video gebruik ik dummy data van 5000 personen. Dat zit in een JSON-bestand. En die kan je downloaden van de DLO. Dus als je wilt meetypen met mijn video's, dan kan je deze dummy data gebruiken. En die kan je dus downloaden bij week 6 op de DLO. Ik moet dus zo direct 5000. Personen importeren in mijn MongoDB, dat zit allemaal in die mega JSON file. Nou, je kan natuurlijk met insert many proberen die 5000 uh, JSON-bestanden te importeren, maar dat is misschien wel een beetje te veel van het goede. Er is een heel handig toeltje, Mongo Import, die kan je daarvoor gebruiken. Dat zit standaard niet uh, bij de installatie van Mongo, maar je kan dat los downloaden. Dat heet de Database Tools. Op de DLO vind je een linkje naar deze pagina en dan kan je aan de hand van je besturingssysteem die tools downloaden en dan kan je het tooltje gebruiken. Nou, ik heb hier mijn uh, dummy data personen, JSON, daar zitten dus 5000 man in. En ik heb hier mijn terminal en ik kan nu, omdat ik die database tools heb geïnstalleerd, het commando mongo import kiezen. En uh, dan moet ik wel mijn connectiestring opgeven, die heb ik al eventjes in het geheugen geplakt, dat schilt weer typen. Ik moet nog wel even vertellen wie ik ben. Welke file ik ga importeren. Nou, het is die dummy, dummy data, personen.json. En uh, ja, waar moet het inkomen? Nou, ik ga een uh, database aanmaken, die met min d. En die noem ik maar even demo. Dat is misschien wel makkelijk. En dan moet ik ook een collection aanmaken waar het in moet. Nou, die noem ik personen. Nou, omdat er in deze JSON ook een array zit. Dus het, is een, uh, het zijn bestanden met een array. Dan moet je nog wel even opgeven: JSON Array. Nou, als ik dit ga uitvoeren. Oh, ik zie wel een klein foutje. Als ik dit zo ga uitvoeren. Uh, dan worden dus die 5000 uh, gebruikers in die database geladen. In mijn online MongoDB. Nou, ik moet mijn paswoord opgeven van mijn database. Hij maakt verbinding. Even wachten. En je ziet hier 5000 documents zijn Nou, Als je wil weten of dit gelukt is, ga je natuurlijk even naar je online omgeving. En dan kan je ze zien. Laten we dat even doen. Ik maak natuurlijk even verbinding met mijn cluster. Ik kijk eventjes bij collections. En hij haalt het op. En zie je hier: heb ik nu de demo-database met personen. Uh, Totaal records 5000. Nou, dit zijn dus al die personen. Het is gewoon dummy data. Van allerlei uh, mensen die in mijn database zitten. En inderdaad, zie je hier zitten allerlei uh, arrays in. Dus uh, nou, met deze data gaan we zo direct uh, aggregation uitvoeren. Nou, het aggregation framework. In MongoDB dat werkt dus in vier stappen en je kan al die vier stappen achter elkaar doorlopen, maar je kan ze ook los gebruiken. Dus als je zegt ik wil alleen maar match doen, dat is prima. Of alleen maar group. Nou soort is, hoort een beetje bij group, maar je kan ook alleen project doen. Dat is wat veel gebeurt. Dat zit niet in ons project of in ons vak project, dat slaan we een beetje over. Maar het is misschien leuk om nog een extra demo video van te maken een keer. Maar het gaat voornamelijk om match, group en sort. Deze video. Uh, als je dus alleen wil group wil gebruiken, dan kan dat. De volgorde is wel heel erg belangrijk. Dus je kan niet eerst groep doen en dan match en dan sort, of eerst sort en dan groep Dat werkt niet zo. Dus de volgorde is wel belangrijk, maar je hoeft ze dus niet allemaal te gebruiken. Nou, stel dat we aggregation willen toepassen. Ik heb een verbinding gemaakt met mijn uh, database server. Die uh, personen zitten erin. Ik kan Use demo doen, dan switch ik dus naar mijn demo database. En als het goed is, heb ik daar. Even kijken, show collections. Ja, zie je, daar zitten personen in. En daar zitten dus die 5000 uh, personen in. Dus we kunnen nu doen DB. Personen. Aggregate. Nou, we gaan eerst een match doen. En match is eigenlijk een soort find. Dan kan je dus gewoon filteren op welke record je wil en niet wil meenemen in deze pipeline. Dus dit is gewoon, en stel dat we alle mannen uit de database willen halen. Dus we gaan alleen maar uh, zo direct aggregation uitvoeren op de mannen in de database, of de vrouwen, maar we doen even de mannen voor de grap. Dan krijg je een blokhaak, want dat betekent een array. Al die vierde stappen zitten in een array. En elke stap zit weer in een document om het ingewikkeld te maken. Dus elke stap heeft. Dus dit is de array. Ik kan misschien wel beter schrijven door eventjes enter te geven. Uh, de volgende. Dus ik kan nu vier stappen kwijt. We gaan er nu eentje doen. Maar in principe zitten er meerdere stappen allemaal in die array. Vandaar die blokhaken. Zo'n document begint altijd met een accolade. En dan is de vraag: oké, okay, wat gaan we doen? Nou, we gaan doen de match. Dat is wat we gaan doen. Nou, wat gaan we matchen? Komt er weer een accolade? We gaan gender, dat is namelijk uh, het veld in de JSON. De, ge de gender moet worden. Male. We moeten natuurlijk wel weer wat haakjes uh, of accolades gaan sluiten. Deze is voor die, voor de match. Uh, en deze is. Uh, voor, de hele, voor het hele document. Hè. Dus die is voor die. Die is voor die. En uh, dan zijn we in principe uh, klaar. Het enige wat we nog uh, moeten doen, is die array afsluiten. En dan eindigen we met het haakje. En dan krijgen we als het goed is uh, iedereen die man is. Hup, daar zijn ze. Het niet zo erg mooi. Dus het beroemde commando pretty. Kunnen we het ietsje beter krijgen? Kijk, dit zijn als het goed is allemaal mannen. Even kijken. Ja, dat is natuurlijk. Het zijn er maar twintig, want hij laat natuurlijk niet alles zien. Uh, mail. Mail. Nou ja. Uh, laten we ervan uitgaan dat het allemaal wel klopt. Uh, want we gaan toch echt niet in deze video al die dingen doorlopen. Je mail. Dus we hebben dus nu alle mannen opgehaald. Nou, ander voorbeeldje. Stel dat je bijvoorbeeld iedereen wil hebben. En niet alle mannen. Maar stel dat we uh, zeggen van nou weet je wat, we gaan er niet. We doen iets met gender. Maar we willen bijvoorbeeld weten um, um, iedereen die uh, de leeftijd heeft. Even, dus ik word hier zitten. Iedereen die de leeftijd heeft van uh, 16 jaar of ouder, ik noem maar wat. Dit is eigenlijk precies hetzelfde wat je doet met find, hè? Dus je, kan gewoon, uh, dit ook, je zou hier ook een find van kunnen maken. Eigenlijk is dat precies hetzelfde. En dan sluiten we hem. En dan zie je dat hier komt iedereen terug die 16 jaar of ouder is. Nou ja, zo kan je nog van alles doordoen. Dus het is precies hetzelfde als find. Nou, wat is dan nou het verschil? Ja, dit is dus de eerste stap in een aggregation. Find kan je natuurlijk niet in aggregation gebruiken, maar het komt op hetzelfde neer. Dus. Match is een vergelijking met find. gebruik dezelfde syntax. En hier heb ik dat voorbeeldje van die 16 uh, mensen die 16 hè, een jaar en ouder zijn. Uh, of alleen mannen. Dat hebben wat we net gedaan hebben. Dus zo kan je de eerste stap doen van deze uh, vier groepen. Of van deze vier stappen, zeg maar. Hè, de match. Dus we gaan eerst eens even een filter op die data gooien. Want uh, stel dat je 5 miljoen records hebt. Dan wil je misschien alleen maar mensen hebben, bijvoorbeeld uit Nederland. Het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat je wil weten. Nou, het volgende wat we gaan doen is, we gaan naar group. Want hier wordt het interessant. We gaan namelijk al die documenten die we dus uit de match hebben gekregen. Dus uh, bijvoorbeeld iedereen groter of ouder dan 16, of iedereen die man is. Uh, die gaan we groeperen. En daar gaan we bijvoorbeeld een telling op doen. Hoeveel mensen uh, van die uh, mannen woont bijvoorbeeld in een bepaald land, of uh, woont uh, in een bepaalde stad. Dat zou je dus kunnen opvragen, uh, en dat is een beetje te vergelijkbaar met count in en uh, group by in uh, SQL. Ik probeer die ik, ik maak hem hier wel, maar ja, het is natuurlijk no SQL, dus je kan dat natuurlijk helemaal niet gebruiken, maar het lijkt daar een beetje op die uh, handeling. Dus dat is de group. Dus laten we dat eens gaan doen. Dus ik pak even die gender male. Die vind ik wel uh, fijn. Uh, dus dit is de eerste stap. Hè. We gaan dit er even weghalen. Dus misschien moeten we hem even wat duidelijker maken. Dus de eerste stap van het verhaal is uh, mail. Dan krijg je een comma. Zitten. Dus dit is het eerste stuk van het verhaal. Het tweede stuk van het verhaal is die uh, group. Dus dat is natuurlijk dollar group. En nou wordt het ietsje ingewikkelder. Want uh, ja, waar ga je dan op groeperen? Uh, wat is nou. Uh, uh, waar het over gaat, zeg maar. En dat begint altijd met underscore ID. Dat zie je overal. En wat, wat dan, zeg maar, nou, we gaan uh, groeperen op land. En uh, dat doen we uit het veld NAT. Als je kijkt bijvoorbeeld in de data, moeten we eventjes terug naar de website hoe die data er nou ook weer precies uitzag. Als je terug gaat naar de website, dan zie je hier uh, NAT. Dat is het landcode. Uh, Canada, Amerika, TR weet ik even niet, NL, CH, Zwitserland. Nou, ja, er zijn dus allemaal mensen met Duitsland, Denemarken. Uh, dus dit NAT is het land. Dus daar gaan we op filteren. Dus daar gaan we op filteren. Nou moet u dus weten dat het om het veld, namelijk nou, het land gaat. Dan moeten we er een dollarteken bij zetten. Het gaat hier dus om het veld. Dus met die dollarteken geef je aan dat het, het veld gaat nat. Nee, nationality. Daar gaan we op groeperen. En wat dan? Ja, wat, wat moeten we dan doen? Zeg maar, dus daar gaat al die uh, landen. En dan zeggen we nou bijvoorbeeld. Uh, totaal. Aantal personen. Dat wordt een nieuw veld. Nou, als we het, de output ziet, dan begrijp je misschien wat beter wat ik bedoel. Wat gaan we doen? We gaan al die dingen bij elkaar optellen. Uh, plus 1, dus elk uh, record telt iedereen bij op. En dan moet je uh, een beetje wat haakjes afsluiten, natuurlijk. Dus die. Is voor die hele groep uh, uh, document. Die is voor uh, naar de groep en die is voor de sum. Dus die. En dan hopen we dat het werkt. Uh, dan sluiten we die hele uh, array af natuurlijk met die uh, blokhaak. En dan een haakje. Nou, laten we hem meteen maar even pretty achter zetten. Nou, kijken wat er nu gaat gebeuren. Hé, hey. Zie je wat er nu gaat gebeuren? Je ziet hier dat er een lijstje ontstaat. met alle landen die in de database zitten. En er is een nieuw veld bijgekomen. Dit is eigenlijk een soort JSON-output wat hier komt. die helemaal niets meer te maken heeft met de oorspronkelijke data. Ik weet ook helemaal niet wie die personen zijn, zeg maar. Maar wat ik wel weet, uh, is dat er uh, in Nederland 130 mensen van die man zijn. dat die in de database zitten. Dus zo krijg ik wat algemenere, eigenlijk bijna statistische informatie over mijn database. Dus er zijn dus 103 of 130 mannelijke mensen uit Nederland. Nou, we kunnen het natuurlijk ook even aanpassen, want stel dat we nou... Dan moeten we even terug. Stel dat we nu vrouwen willen weten, dan is dat natuurlijk op dezelfde manier. Hè? Want als je mail of... Uh, female maakt... Dan krijg je natuurlijk alle vrouwen. Dus dat zijn er 147. Nou ja, dat komt op hetzelfde neer. Dus wat je eerst doet, is je gaat dus eerst een selectie maken, een soort filter van nou, mannen of vrouwen of mensen boven de 16 of nou ja, bedenk het maar. En daarna maak je met groep een soort samenvatting van die data. En zo krijg je dus wat statistische informatie over, oh, er zijn 141 vrouwen uit Engeland bijvoorbeeld of uit het UK. Dus dat is de hele kracht van aggregation. Je krijgt dus niet al die records terug, maar alleen uh, de informatie daarover. Nou, nog eventjes uh, uitgeschreven in, uh, in de presentatie. Dus je doet dus uh, aggregate. Eerst doe je een match. Dat hoeft dus niet. Maar als je geen match uh, veld opneemt en alleen group doet, dan krijg je dus iedereen. Wij gaan dus filteren op bijvoorbeeld uh, mannen. En uh, nou, wat is het ID waar, waar draait het eigenlijk om? Nou, het gaat om landen. En dat dollartekentje dat gaat dus over. Dit gaat over het veld in de JSON wat nat heet. En uh, totaal aantal personen uh, dat wordt een nieuw element in de JSON. En uh, daar gaan we de sum en tel alles op. In ieder geval bij 1 dat is wel makkelijk. Dus dit is het hele verhaal van group. Nou, nou is er nog een laatste uh, variant. Het heet sort. Ik kan namelijk uh, die dingen sorteren. Nou, dat is niet heel erg bijster ingewikkeld. Als we teruggaan naar mijn uh, mannen bijvoorbeeld. Hè? Dus dit was de match. Dit was de uh, groep. En dan raad je het al, komt er een nieuw document. De derde namelijk, voor sort. En waar gaan we op sorteren? We gaan uh, sorteren bijvoorbeeld op uh, dat nieuwe veld wat we gemaakt hebben. Totaal aantal personen, daar gaan we op sorteren en, en wat moet het worden? Nou, van groot naar klein. Die sluit weer die soort af, die sluit weer die af, weet je? Dus die sluit dit stuk van het document af, die sluit die af. Dan zijn we klaar. Dus dan gaan we weer uiteindelijk die array sluiten, ekje eromheen en nu heb je hem gesorteerd. De laatste fase, project, die gaan we niet doen. Project is een heel, eigenlijk een heel eigen wereld op zich, en met project kan je documenten opmaken, velden samenvoegen, bijvoorbeeld met concat, uh, dingen met hoofdletters en kleine letters schrijven. Nou, je kan allerlei bewerkingen doen aan de data. Je kan een heel nieuw stijl, een heel nieuw JSON-document laten opmaken. Uh, je kan eigenlijk ook. Een beetje uh, groepen en een beetje soorten met project. Nou, dit is een heel aparte uh, tak van sport. Uh, hij zit erin. Je kan hem losgebruiken, je kan hem in combinatie uh, doen met de andere. Maar deze gaan we in Database 2 niet behandelen, want dit is veel te uitgebreid. Wil je hier meer van weten, dan moet je gewoon heel even op de MongoDB-website kijken. En daar staat heel veel informatie over. Als laatste wil ik je meenemen naar MongoDB Compass. Dat is een visuele weergave van je database, dus niet via de shell. Maar via een grafische schil. Hier heb ik het programma geopend. Um, je ziet hier ook mijn database staan. En uh, hier zie je ook mijn demo-database met mijn uh, records die ik net geïmporteerd heb. Hier zie je ze, de personen. En hier kan je wat visueler kijken hoe dit nou precies uitziet. Dat kan je ook op de website doen. Dat lijkt ook een beetje op dat wat op de website staat. Maar ik wil je uh, meenemen naar de, hier de optie Aggregation. Uh, dat kan misschien wel heel handig zijn. Hier zie je alle records in, uh, in aggregation staan. Dit is gewoon een soort sample. We zetten die even uit, dan krijgen ze allemaal. Uh, hier zie je alle records die in de, in de database zitten. Hier kan je ook aggregation uh, opmaken en op uittesten. Dat is misschien wat makkelijker. Hier zie je een uh, stage. Je kan hier alle opties kiezen die je wil. Nou, de eerste optie die wij hadden was de optie match. Dus laten we die even doen. Nou, en hier uh, kan je dan uh, uh, dat opgeven wat je moet matchen. Bijvoorbeeld: um, uh, het veld gender, dat moest worden mail. En die zie je nu dat alle mails worden geselecteerd. Dus dit maakt het leven ietsje makkelijker. Hoef je het niet met de hand te doen. Uh, dit zijn alle mannen hier: mail, 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 mail. Nou, we gaan ze allemaal niet doorlopen. Dus dit is de eerste stap van dat uh, aggregation. Dat kan je hier doen. Ga je naar de tweede stap? Kan je gewoon een states toevoegen? Want de tweede stap die wij deden, dat was de stap van uh, de group. Dus we zoeken hier naar het lijstje group. Nou, hier zie je ook al meteen uh, dat underscore ID. Dat is een verplicht iets. Hè. Nou, wat moest dat ook weer worden? Uh, dat moest worden. Het is gewoon exact hetzelfde wat je uh, er al in ook had getypt. Het moet worden land, hadden we daar neergezet. En uh, dat moest dollar teken worden nat. Dat is het veld, hè? Het element in de JSON. Dus dat hadden we gedaan. Uh, en uh, naar deze gaan we gewoon even. Wat moet het nog meer worden? Het moet totaal aantal personen. En dat was de sum. Uh, 1 elke keer erbij tellen. Was het idee. Dus niet 2, want dan krijg je dubbele records natuurlijk. Hè? Dat is niet handig. 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Elk record telt één keer mee. Uh, en dan zie je dat hier ook een filtering... Opgebeurd. Zie je? Dat is precies hetzelfde wat wij uh, ook hadden gedaan. Zie uh, dus je? Heb je Canada? Uh, en dat is uh, 155. Nou, het laatste stukje wat we deden was die soorten. Dus dat kan je ook hier doen. Dan maken we hem gewoon helemaal even na. Soort. Nou ja. Uh, uh, totaal aantal personen. En uh, dat moest uh, worden uh, min 1 bijvoorbeeld. Of 1, dan draait hij hem om. Hè. Wij doen het van groot naar klein. Zie je wat er meteen gebeurt? Dus hier zie je meteen het antwoord, zeg maar, wat er allemaal uitkomt. Dus dat is heel erg handig. Dus je kan dus ook visueel dit doen. Hoef je dus niet alles in de terminal. Uh, uit te proberen. En uh, als het niet goed gaat, dan zie je ook meteen dat het iets niet goed gaat. zeg maar. Dus dat is wel heel erg fijn. Uh, maar wat nog extra handig is, hierboven zie je een export uh, knopje. Als je hierop drukt, kan je bijvoorbeeld kiezen voor Java. En zie je meteen uh, je code die je nodig hebt in het Java. Dus hier zie je als je de import, zie je nog die bezem... die je nodig hebt, maar dat zit er al bij. Dus hier zie je een stukje. Java-code staan die je kan gebruiken in het project. Als je dus nu naar het project gaat, zie je hier ook een match staan en hier zie je dingen in de match staan. Dus hier, dit zou je hier kunnen plakken en dan zou je dit kunnen gebruiken om deze opdracht van week 6 op te lossen. Je kan dit ook anders oplossen door gewoon met de hand dingen te doen, maar het is gewoon een extra handigheid eh, die je kan gebruiken.